Goedemorgen, weer tijd voor een nieuwe dag op de Riacare. We zijn net aangekomen met ons busje met spullen. Die gaan we zo uitladen en dan is het tijd voor onze eerste race. Onze eerste race zal om 11:30 zijn. Tegen onze tegenstanders Roki, een Mexicaans team. En dit is de eerste race, dus we gaan maar kijken hoe we het gaan doen. We hebben er zin in. Yes. Let's go! Zoals we al vertelden, doen we mee aan de Cyclathon om ons pak te testen op dagelijkse bruikbaarheid. En dat doen we door middel van een obstakelparcours. En hierbij testen ze niet alleen op hoe snel je gaat, maar ook op hoe goed je alle obstakels afgaat. En dat wordt beoordeeld met punten. Ja, zo kun je totaal 440 punten binnenhalen op dit parcours. En elk obstakel heeft andere punten op basis van de moeilijkheidsgraad van het parcours. Dus zo is de trap het meeste punten waard. Ja, en nu gaan we racen. Dus kijk maar hoe dat gaat. We hebben de dag afgesloten, we hebben allebei de races gehad en zijn allebei ontzettend voorspoedig gegaan. Ja, we zijn trots op ons eindresultaat. Sjaan was een beetje vermoeid aan het einde, dus die is nu lekker naar huis om uit te rusten. Dat gaan wij zo ook doen. En morgen is er dan weer een nieuwe dag met een nieuwe vlog. Tot morgen!